Nou, indrukwekkende website die jullie gemaakt hebben. Nou, zoals je aangaf, een van de zorgen is het grote geld draagt bij aan de klimaatcrisis. Nou, veel groter dan het geld van de ECB op dit moment wordt het haast niet. De ECB was al een hele grote partij in de markt. Met de coronacrisis is dat nog veel meer geworden. En dat heeft geleid ook onder andere tot een discussie over ja, hoe wordt dat geld nou eigenlijk uitgegeven? Wat voor soort van dingen koopt de Europese Centrale Bank en wat voor effecten heeft dat op klimaatverandering? Dirk Schoenmaker, mag ik jou vragen om de discussie af te trappen? Ja, dank je Rens en Vicky voor de introductie. En hartelijk welkom iedereen vanavond bij het webinar. Met plezier verdedig ik de stelling dat de ECB een belangrijke rol bij de klimaatdoelen moet spelen. En laten we beginnen met het probleem. Dus het monetair beleid vandaag van de ECB financiert de koolstofintensieve industrie. Met dat programma voor kwantitatieve verruiming, maar ook in een reguliere monetair beleid, collateral en openmarkt aankopen. En dan de vraag is, hoe groot is het probleem? Dus laten we beginnen met de feiten. En ik heb een grafiek die zo op het scherm komt. En dat is de gemiddelde koolstofintensiteit van een bedrijf. En wat we dan doen is de emissies van het bedrijf delen we door haar omzet. En dan kom je in feite op de intensiteit, de koolstofintensiteit, de CO2-intensiteit van je omzet uit. En van het gemiddelde bedrijf in de Europese economie is dat 573. En als we naar de volgende slide gaan, dan blijkt de corporate bonds, bedrijfsobligaties, portefeuille die de ECB gebruikt in haar aankopen in de kwantitatieve verruiming, blijkt meer dan twee keer zo groot te zijn. Die heeft dus 1355 metric tons per miljoen omzet. En terwijl het doel van de EU is, min 55 op 2030, vanaf 1990, als ik dat terugvertaal, komt dat uit dat we eigenlijk op 3,22 zouden uitkomen. Dus de EU is bezig om laag om te gaan en de ECB koopt juist de intensieve bedrijven op. En bedankt Vicky voor de slides. Dus dat is de omvang van het probleem. En hoe komt het nou? Dat is niet moedwillig. De ECB heeft de stelregel om marktneutraal te opereren. En dat betekent dat ze als ze assets kopen, zoals bedrijfsobligaties, dat ze dat doen in proportie tot de markt. Dus als er meer energiebedrijven en meer utilities, nutsbedrijven op de markt zijn, dan kopen ze daar automatisch meer van. En waarom zijn er meer van deze bonds op de markt? Omdat dit kapitaalintensieve bedrijven zijn. Een dienstenbedrijf heeft vaak heel weinig extern vermogen nodig, dus die geeft bijna niks uit. Terwijl dus een nutsbedrijf, energiebedrijven, zware industrie kapitaalintensieve processen hebben en dus veel obligaties uitgeven. Dus het is in de markt, en dat geldt ook voor bankleningen en voor collateral, dus het geldt niet alleen voor obligaties. De markt, de financiering heeft een bias naar kapitaalintensieve bedrijven, dat zijn carbonintensieve bedrijven. Dus zo komt het door die marktneutraliteit. En mijn voorstel is om dit aan te pakken. Kijk, monetair beleid wil door de hele economie de condities veranderen. Dus wil niet sectoren bevoordelen of sectoren uitsluiten. Want dan ga je echt industriebeleid voeren. Dus mijn voorstel is niks uit te sluiten of te doen, maar is te kantelen door te zeggen, oké, als we die bias neutraal willen maken, bijvoorbeeld terug naar het EU-gemiddelde, dan doen we iets minder van de intensieve en dan iets meer van de koolstofarme, de lage CO2-bedrijven, tot we weer terugkomen op. Dus we gaan gewoon kantelen. En op die manier kun je daar komen en dat. Het monetair beleid blijft hetzelfde. Dus het zetten van de rente, de valutareserves, die hou je hetzelfde. Alleen
in de operatie, in de uitvoering, ga je het accent verleggen naar andere soorten activa. Want je wilt het monetair beleid wil je niet aantasten. Dan de vraag is, mag het? En dan komen we op de doelstelling, het mandaat van de ECB. Nou, we weten allemaal dat de eerste doelstelling is prijsstabiliteit. En daar zijn we, denk ik, met z'n allen in deze audience het over eens. Dat is de grote bijdrage van de ECB. Maar de ECB mag, of zelfs moet, het verdrag begint in het Engels Shell. De ECB Shell Support zal ondersteunen de algemene doelen van de EU. Dus dat noemen we dan de secundaire doelstellingen voor de ECB. En het klimaatbeleid is een langdurige doelstelling al. Consensus tussen de Europese Raad, het parlement en de commissie. En een heel helder doel, -55% 2030. Dus er is ruimte in het verdrag. Je kunt zelfs beargumenteren van dat men moet aansluiten bij dat doel. Dus ik vraag niet de ECB beleid te maken, maar alleen aan te sluiten bij het beleid wat door de politici is gemaakt, in plaats van het tegen te werken. Dus het laat het toe. Het enige probleem wat centrale banken vaak hebben, als we aan deze doelstelling toegeven, dan is het hek van de dam, dan moeten we allerlei secundaire doelstellingen doen. En dan is mijn antwoord, klimaatbeleid is overriding, al heel lang een belangrijke prioriteit en volledige consensus. En daarom kan de ECB het doen. Het moet niet iedere keer achter de dingen aanrennen. Dus dat is de argumentatie. En we hebben de cijfers gezien. Ze werken nu tegen. En dus als slotzin, want mijn tijd is op. Het primaat van het beleid ligt bij de politici. Dus parlement, commissie en de Europese Raad. Daar ga ik niet aan tornen. Het enige wat ik voorstel is dat de ECB niet meer tegenwerkt, maar hun operaties aanpast om het te kunnen volgen. Ze hoeven geen beleidsbeslissingen te nemen. Ze hoeven niet specifieke sectoren te bevoordelen. Dus gewoon een beleid door te kantelen, dat ze weer teruggaan naar een wat normalere proportie. Dus het primaat bij de politiek, alleen de ECB, gaat net als ieder ander in de wereld bijdragen aan het belangrijke doel van de klimaatdoelen halen. Bedankt. Dirk, dank je wel. En zeker ook voor het zo keurig aan de tijd houden. Maar vooral ook deze hele heldere inleiding. Lex, ik ga jou vragen om jouw inleiding te houden. En misschien even, ik heb nog geen vragen of opmerkingen in de Q&A gezien. Dus mocht er nu ook tijdens de inleiding dingen opkomen, zet het gewoon in de Q&A. Het hoeft ook niet alleen vragen te zijn, maar ook gewoon meningen, opmerkingen. Alles is daar welkom. Lex. Ja, goedenavond allemaal en dank voor de uitnodiging voor het organiseren van dit webinar. En ik zal tegen de stelling pleiten. Het monetair beleid van de ECB kan en moet een belangrijke rol spelen in het halen van de klimaatdoelen. Ten eerste denk dat we, als we naar die stelling kijken, de rol van het monetair beleid van de ECB moeten bezien, wat Dirk ook heeft gedaan, maar ik begin daarmee, bezien in de context van het wettelijke mandaat van de ECB, zoals vastgelegd in het EU-verdrag. En ik herhaal dat nog eventjes, en zeg het een beetje in mijn eigen woorden. Het primaire doel van de ECB is het handhaven van prijsstabiliteit, bestrijden van de inflatie, en zonder daaraan afbreuk te doen, de doelen van de EU, de algemene doelen van de EU, te ondersteunen. En wat betreft dat primaire doel, dus het hoofddoel, kun je ook zeggen, van de ECB, prijsstabiliteit, wordt twee opmerkingen maken. Ten eerste, er is geen directe relatie tussen klimaatverandering en prijsstabiliteit. Het is niet zo dat als het klimaat strenger wordt of juist niet, dat er dan ook een koppeling is met de inflatie. Dus er is geen relatie tussen klimaatverandering en prijsstabiliteit. Wat wel het geval is, dat via het handhaven van prijsstabiliteit, dus het primaire doel van de ECB, zorgt de ECB ervoor dat markten goed kunnen functioneren. Dat markten schaarste goed kunnen beprijzen en daarmee tot een optimale aanwending van de middelen in de economie kunnen komen. De ECB is dus in het kader van klimaatbeleid, via het behalen van haar primaire doel, is voorwaardescheppend.
ze creëert de voorwaarden waaronder markten kunnen werken, zoals net uitgelegd. En klimaatbeleid van de overheid, van overheden, en overheidsbeleid meer in het algemeen, zijn veel directer en veel belangrijker voor het halen van de doelen van het klimaatbeleid. Dus ik haak nu een beetje aan dat er wordt gezegd, de ECB kan een belangrijke bijdrage leveren. Ik denk dat ik hier wil betogen dat de overheid zelf, de overheden, doordat ze een veel directere invloed hebben, veel belangrijker zijn. En in die zin dus een veel belangrijkere rol spelen dan het monetaire beleid van de ECB. Maar dan kun je natuurlijk nog zeggen, hoe zit het dan met de instrumenten van het monetair beleid? Want ik denk dat het onomstreden is, tenminste dat wil ik niet bestrijden, dat het klimaatbeleid of de klimaatdoelen, hoe je het ook maar noemen wil, dat belangrijke algemene doelen van de EU zijn. Daar zijn we het over eens. Maar de vraag is dan, hoe de ECB dat dan kan ondersteunen nog in aanvulling op dat voorwaardenscheppende wat ze sowieso automatisch doet als ze gewoon haar normale monetaire beleid voert. Nou, dan zijn er twee dingen die je kunt overwegen. Eén is waar Dirk met name op in is gegaan, dat is de opkoopprogramma's van de ECB, QE, Quantitative Easing. Het opkopen van obligaties, maar ook bedrijfsobligaties daaronder, van overheden. Ik vind dat problematisch, omdat dat QE, dat is een instrument dat alleen nodig is als de rente in de buurt of onder nul komt. En waarvan dus de inzet over de tijd zal verschillen. En dat zelfs op een gegeven moment kan gaan leiden tot verkoop van eerder aangekochte obligaties. En of je QE inzet als ECB en in welke mate, dat wordt dus bepaald door overwegingen met betrekking tot prijsstabiliteit. Want het instrumentarium is er voor het handhaven van prijsstabiliteit. En nu, dus per definitie niet wat voor klimaatbeleid nodig is. En aangezien er niet een één-op-één relatie is tussen klimaatverandering en prijsstabiliteit, is er dus een disconnect, als je het zo mag noemen, tussen wat je aan QE nodig hebt en wanneer je QE nodig hebt en wat voor klimaatbeleid nodig zou zijn. Door de samenstelling van de op te kopen vermogenstitels afhankelijk te maken van de doelen van de EU, breng je bovendien heel gemakkelijk de onafhankelijkheid van de ECB in het geding. Als het zo is dat klimaatbeleid zo overriding is, als ook Dirk betoogde, ja, dan is het, als je eenmaal begint met je QE, zolang je dat inzet, ook te richten op klimaatbeleid, is de kans heel erg groot dat je onder druk komt om QE te blijven doen, zelfs te vergroten, op het moment dat voor de eerste doelstelling, de primaire doelstelling van de ECB, ook de doelstelling waarmee de ECB het beste kan bijdragen aan het creëren voor de voorwaarden voor het halen van de klimaatdoelen, dat je daar afbreuk aan gaat doen. Als je groene financiering, als ik het zo even mag noemen, wilt bevorderen, dan moet je dat gewoon via de begroting doen. Dan moet je subsidies geven, dan moet je andere instrumenten inzetten die de overheid heeft. En niet via de band van een heel imperfect en mogelijk zelfs contraproductief instrument als QE. Dan het tweede instrument waar je aan kon denken, dat Dirk ook even noemde, is onderpand. De ECB die neemt in het kader van haar risicomanagement activa in onderpand. En ze doet dat op basis van zogenoemde haircuts. Dus dat zijn afslagen op de waarde van die obligaties. En de mate waarin je zo'n afslag doet en het dus aantrekkelijk maakt om dat betreffende activum als onderpand in te dienen, dat moet worden bepaald door risicomanagement overwegingen. En je neemt geen onderpand in om groene financiering te stimuleren. Nogmaals, als je dat nodig acht, groene financiering stimuleren, en ik kan me daar iets bij voorstellen, gegeven je klimaatdoelen, doe dat dan via de begroting. Doe dat door de voordeur, doe dat transparant en maak ook duidelijk dat het geen free lunch is, dat het ook wat kost als een belastingmaatregel of een subsidie. Dat was mijn
inleiding die hopelijk ook binnen de 7 minuten is gebleven. Jullie beiden als een klok, zeg maar. Weer precies 7 minuten. Kijken of het jullie ook gaat lukken bij de 3 minuten. Dat is misschien moeilijker. Dirk, mag ik jou als eerste vragen om te reageren op wat Lex naar voren heeft gebracht? Ja, bedankt Rens. En het mooie is dat Lex en ik grote mate van overeenkomst hebben dat we de klimaatdoelen van harte ondersteunen van de EU. En dat is ook in lijn met de algemene consensus op dat onderwerp. Maar de vraag is inderdaad, moet de ECB daar een bijdrage of niet? Dat is de vraag die voor ligt. In de eerste stelling dat de markten goed functioneren, dat is een geloof wat we heel lang hebben aangehouden. Nou, we zien dat in de markten, die financieren dus breed de koolstofintensieve industrie. Utilities, energiebedrijven, zware industrie. En dus door aan te blijven haken bij de markten, blijven dus aanhaken bij het breed financieren van die koolstofintensieve industrie. Dus daar wil ik een vraagteken bij zetten of we slaafs die markten moeten volgen. En nu komen we op een woorden, en daar komt het altijd in het debat uit, woordendiscussie. We zijn het ook eens dat de overheid belangrijker is. Die heeft het primaat. Ik denk dat daar, de politiek heeft het primaat. Het enige waar ik voor pleit is dat de ECB niet meer tegenwerkt, maar gewoon volgt. En in die zin een belangrijke rol heeft. En waarom een belangrijke rol en niet een gewone rol? Omdat toch de ECB, en ik denk dat Lex het daarmee eens is, aan het hoofd van de piramide van het financieel systeem staat. Dus om heel eerlijk te zijn, is de signaalwerking door dat te doen eigenlijk het allerbelangrijkste. Het zal een kleine invloed hebben op de kapitaalskosten. Bij de koolstofintensief gaat die iets omhoog en bij koolstofarm gaat die iets omlaag. Want ik praat zowel over QE als over collateral, dus ook de reguliere operaties, niet alleen QE. Dat is mijn voorbeeld, omdat ik toevallig die cijfers bij de hand heb, maar het geldt ook voor de reguliere operaties. Maar als voortrekker van het financieel systeem heeft de ECB een belangrijke signaalfunctie van, hey, we willen de markt niet slaafs volgen en gewoon we volgen de koolstofuitslag die er is. Maar we willen naar de klimaatdoelen. En tot slot, om hier met 3 minuten te blijven. De onafhankelijkheid van de ECB staat voorop. Dus in haar strategie kan de ECB zelf, mede op basis van dit belangrijke citizen-initiatief, en ik ben ook benieuwd naar jullie stemming straks, gesterkt daardoor zeggen we gaan dit doen. En dan de nieuwe strategie zal mevrouw Lagarde in het Europese parlement gaan uitleggen. En dan krijgt ze feedback, maar de ECB beslist zelf over haar strategie. In die zin kan ze volledig haar onafhankelijkheid behouden, waar ik een groot voorstander van ben. Bedankt. Dankjewel, Dirk. Dus er is overeenstemming, maar ook wel wat punten van verschil. Ja. Lex, mogen wij jou laatste 3 minuten daarover horen? Ik zal proberen de overeenstemming te minimaliseren om nog iets van het debat over te houden. Ten eerste... Dirk zei, wij ondersteunen bij de klimaatdoelstellingen. Daar gaat het mij niet om. Ik kijk gewoon naar het verdrag. En het verdrag zegt dat de ECB de algemene doelen van de EU moet ondersteunen. En het is gewoon een feit, of ik dat nou zelf vind of niet, dat de EU hele belangrijke klimaatdoelstellingen heeft. Dus die moet de ECB conform het verdrag ondersteunen. Of Dirk en ik het daar nou mee eens zijn of niet verder. Dat is mijn eerste opmerking. Tweede opmerking. Dirk verwees naar noemde dat steunen van de overige doelstellingen, secundaire doelstellingen. Dat is iets wat hij zelf introduceert. Je zult nergens in het verdrag het woord secundaire doelstelling lezen. Er staat alleen dat je ondersteunen de algemene doelstellingen van de EU. En ik denk ietsjes anders dan hem over dat klimaatbeleid zo overrijding is, dat je dat wel moet ondersteunen en andere doelen niet. Ik kan je vertellen dat op het moment dat het verdrag geschreven werd, was klimaatbeleid stond helemaal nog niet op de radar. Toen ging het vooral om het ondersteunen van de groei en werkgelegenheid. Dat was eigenlijk wat men in zijn hoofd had bij het ondersteunen van de overige
doelen. En ik denk dat je niet kunt claimen dat werkgelegenheid vandaag de dag ook niet een heel belangrijke algemene doelstelling is van het economisch beleid en budgettaire beleid overal in de EU. Dus die vraag van hoe je dat dan ondersteunt, die blijft wel degelijk ook overeind. En hoe zich dat verhoudt tot ondersteunen van klimaatbeleid, moet je ook uitleggen, mijn zin ziet. Als het enige wat Dirk voorstelt is die verschuiving die aangaf, ja, dan onderstreept dat naar mijn zin alleen maar dat de ECB geen belangrijke doelstelling kan geven, want dat is echt een druppeltje in het kader van het klimaatbeleid nodig is, ook gegeven, zoals gezegd, dat de mate waarin je QE moet doen zeer afhankelijk is van de monetaire ontwikkeling. Als de ECB eindelijk weer eens in een situatie komt dat ze ook weer rentes kan verhogen, dat heel wenselijk zou zijn, want dat betekent dat ze eindelijk haar primaire doelstelling heeft gehaald. We moeten niet vergeten dat ze dat al jaren niet doet. Dan zal er gestopt worden met QE. En dan is ook dat een stukje vervalt. En dan zullen zelfs obligaties verkocht moeten gaan worden. Maar hoe dan ook, nogmaals, ik denk dat dat gaat om hele kleine mutatie. Ik denk dat het veel belangrijker is dat de ECB prijsstabiliteit moet handhaven. En via prijsstabiliteit ervoor moet zorgen dat markten goed werken. En dat zijn ook markten waar bijvoorbeeld een CO2-belasting wordt ingevoerd. Als je dat zou doen, dat is een overheidszaak, dan is nogmaals via het handhaven van prijsstabiliteit ondersteun je dat beleid veel meer dan wat je kunt doen, ja, met al dat gepeuter, zou ik bijna zeggen, in die in QE en de herfinanciering. Dankjewel, Lex. En ik zie dat er ook al een aantal vragen binnen zijn gestroomd, dus daar ga ik zo naartoe. Ik ga eventjes het privilege van mijn positie misbruiken door jullie allebei ook nog een vraag te stellen. Eigenlijk om in te gaan op een argument van de ander. Misschien Dirk, bij jou beginnend. Punt wat Lex eigenlijk herhaaldelijk maakt is van: het is ook niet efficiënt, het is niet slim om dat QE te gebruiken. Want het is een cyclisch instrument. Dus dat betekent wel dat je nu dan misschien groene bedrijven een setje in de rug zou kunnen geven. Maar wat nou als de euro-economie aantrekt, de QE kan worden stopgezet, misschien zelfs wel op een gegeven moment kan worden afgebouwd, ja, dan ga je verkopen. En dan ben je op dat moment de groene bedrijven dan misschien wel juist in de moeilijkheden aan het brengen. Is dat een steekhoudend argument in jouw ogen? Dan moet je even je microfoon weer aanzetten, Dirk. Nee, want om even toch te corrigeren, ik verkleinde het wat, maar dan werd het een druppeltje. In mijn model, om te corrigeren, moet de ECB echt twee keer zoveel laag koolstofarm kopen. Maar nog een derde van wat ze nu kopen. Dus er is wel degelijk een forse verschuiving. Zowel in het onderpand regulier als in de QE. Dus het gaat wel om redelijke stromen. Maar dan de vraag, als je verkoopt, wanneer gaat de ECB verkopen als de markt weer normaal is? Dus nu in de crisis gaan we ook nog een keer, terwijl de meeste economen zeggen, we hebben een crisis, laten we alsjeblieft niet alleen COVID, maar ook die klimaatcrisis aanpakken. Maar dan gaan we dus gewoon de gemiddelde economie, die redelijk niet groen is, supporten tijdens de crisis. Kijk, als we de obligaties verkopen, dan is de markt weer redelijk genormaliseerd. Dus dan hebben zowel groen als niet groen de support minder nodig. Dus het effect juist van tijdens de crisis de koolstofintensieve vrolijk blijven door financieren, is juist inefficiënt. Oké, dankjewel Dirk. Misschien, Lex, mag jij heel kort hierop... Die moet jij aanzetten, Rens. Oh, ik sta aan als het goed is. Oké, ja, ik hoorde je niet. Dus Lex, je mag heel kort nog hier, ook als je wil op Dirk reageren wat dit betreft. Ik wil een andere vraag nog even erbij leggen. Dat is namelijk, jij legt sterk de nadruk erop dat de markten efficiënt zijn. En dat je die dus eigenlijk gewoon hebt te volgen als ECB. Dirk maakte in zijn inleiding eigenlijk duidelijk dat er toch heel breed het gevoel is dat klimaatrisico's op dit moment niet goed worden ingeprijsd. Dat is ook een punt wat Isabel Schnabel van het bestuur van de ECB gemaakt heeft. Die zegt van,
Er worden heel veel klimaatrisico's niet ingeprijsd. Dus als wij nu die markt zouden volgen, dan zijn we dus eigenlijk de verkeerde kant op aan het lopen. Dus het is onze plicht om zeg maar, daar zelf nu voor te corrigeren. Hoe kijk jij tegen dat marktargument eigenlijk aan? Ja, kijk, ik heb niet willen beweren dat markten efficiënt zijn. En zeker niet dat financiële markten efficiënt zijn. Wat ik heb gezegd is dat een hele belangrijke reden waarom de ECB als doelstelling prijsstabiliteit heeft, is om ervoor te zorgen dat de marktwerking niet wordt gehinderd, laat ik het zo zeggen, door prijsbewegingen die geen relatieve prijsbewegingen zijn, maar algemene prijsbewegingen. En dat bedrijven en gezinnen en burgers bij het nadenken over hoe ze op een bepaald prijssignaal reageren, niet uit elkaar kunnen halen of het een algemene prijsstijging is of een relatieve prijsstijging. Marktwerking is gebaat bij reageren op relatieve prijsveranderingen. En niet op het reageren op algemene prijsstijgingen die verward worden met relatieve prijsstijgingen. En dat is een van de belangrijke delen, een van de belangrijke redenen waarom prijsstabiliteit een doelstelling is van het economisch beleid. Wat ik zeg is, als de ECB niet goed haar primaire doel zou nastreven, ja. Dus een hogere inflatie zou hebben dan overeenkomt met prijsstabiliteit, dan maakt ze het moeilijker om de energietransitie voor elkaar te krijgen, omdat bedrijven en gezinnen dan gaan reageren op prijsstijgingen die geen relatieve prijsstijgingen zijn. Ja. Dus dat behindert. Maar de dat punt is denk ik helder. En dus ik beweer niet dat markten efficiënt zijn. Ik beweer dat de ECB via het handhaven van prijsstabiliteit een belangrijke bijdrage kan leveren aan het goed doorkomen van relatieve signalen. En dat is juist heel erg belangrijk in de energietransitie, waarin juist relatieve posities veranderen. Ja. En waarin je het niet helemaal via centrale leiding doet. Ja. Als je dat zou doen, dan zou de ECB überhaupt geen enkele rol hebben in de hele transitie. Ja. Dus op die reactie. Ja, op basis van Dirk's reactie. Ik denk nog steeds, als je gewoon afzet wat de bijdrage bijvoorbeeld is van het invoeren van een CO2-belasting of het subsidiëren van groene energie in wat voor vorm dan ook. En je vergelijkt dat met de stromen waar Dirk in zit te spelen, zeg maar. Ja, dat is peanuts, denk ik. Dat is peanuts. Dat is niet belangrijk. Afgezien van de bezwaren die ik eerder had van dat cyclische, dat zie ik niet hoe je dat kunt wegnemen. Waarbij het probleem van QE zelf, is een beetje een zijonderwerp misschien, maar het probleem is juist ook dat QE heel moeilijk cyclisch te krijgen is. Blijkt tot nu toe dat de ECB alleen maar bijgekocht heeft. En eigenlijk nooit redenen ziet om af te bouwen. Hoogstens om te stoppen. Maar nogmaals, dat met prijsstabiliteit te maken hebben en niet met klimaatbeleid. Dan als slot, en dan gaan we naar de algemene vragen. Het is toch heel raar dat in ten tijde van crisis dat de ECB dus heel druk is met het opkopen, wat toch forse stromen zijn van bruine bedrijven. En dan, dat gaat toch tegen de logica in waar we naartoe gaan. Dus de ECB staat toch haaks op waar de EU naartoe beweegt. Dat gebeurt de facto. En prijsstabiliteit wordt niet gehinderd door dit beleid. Nee, niet door wat jij doet, wordt prijsstabiliteit niet gehinderd. Mijn punt is alleen het omgekeerde. Ik zeg dat wat de ECB doet door prijsstabiliteit te handhaven, is veel belangrijker dan wat ze kan doen door wat groene in plaats van bruine obligaties. Ja. Op de koop is mijn punt. En kijk, en zolang in de energietransitie er nog bruine obligaties in omloop zijn, en ik geloof dat er niemand is die beweert dat dat morgen niet meer het geval is, is het onvermijdelijk dat er mensen zijn die bruine obligaties kopen, in de portefeuille hebben,
En dan geeft het geen pas, denk ik, om net te doen alsof dat iets is wat niet past in het beleid. Want we kunnen niet van één keer van volledig bruin naar volledig groen. Dus er is een transitie waarin ook die bruine een rol spelen. Daarom kantelen we ook en niet doen we het in één stap. Maar laten we naar het publiek gaan. Ja, ik begin even met één verklarende vraag. Van begrijp ik dat goed? Dat is van Jan Juffermans. Dus Jan Juffermans, ik geef jou even de mogelijkheid om zelf je vraag te stellen. Kun jij nu spreken? Ja, zou het nu kunnen? Oh. Ja, we kunnen je horen. Maar wil je de camera ook aan? Nee, dat kan niet. Nee, dus dat is goed je dat zegt. Maar je kunt alleen je stem horen. Oké, nou dankjewel. Ja, ik verbaas me dat het blijkbaar alleen maar gaat. Hè, wat Dirk Schoenmaker voorstelt. Om een soort evenwichtiger portefeuille. Ik zie getallen 573 en 1355. Dat lijkt gewoon ook zeer onevenwichtig. Dus ik dacht, hij pleit alleen maar voor meer evenwicht in die opkoop. Heb ik dat goed begrepen? Dirk. Ja, even kijken of ik... ik sta aan. Je hebt twee stappen. Ik heb er ook een stuk over gepubliceerd, Green Monetary Policy. En stap 1 is dat je het terug naar het evenwicht gaat. En in stap 2 kun je inderdaad richting het EU-doel gaan. Dus een hele goede vraag. Dus, want ik wil het ook geleidelijk doen om niet te verstoring. Want ik ben het met Lex en je wilt geen verstoring. Maar je gaat eerst terug naar dat je die onevenwichtig uit de markt corrigeert. En vervolgens kun je richting het EU-doel gaan. Dus dat kun je in stappen doen. Mm-hmm. Maar ik ben bedankt voor je ambitie. Misschien aanvullend. De International Energy Agency heeft vorige week verklaard stoppen met nieuwe exploratie. Ofwel, daar zit waarschijnlijk heel veel geld. Ofwel, is daar niet ook een gevaar dat de ECB te veel geld heeft zitten in die exploratie. Bedankt. Ja, dan kom je op het stranded asset. Maar kijk, ik ben van de afdeling en ik vermoed Lex ook. Monetair beleid is bedoeld voor allocatie. Mm-hmm. En laten we het risicoargument zou ik even hier buiten willen laten. Want een centrale bank is not for profit. Dus of nou de windfarm risico loopt of hier te gaan. Of dat de stranded assets zijn van de oliebedrijven. Dan wil ik liever buiten blijven. Het is, waar wil je geld naartoe allokeren? Dat is voor mij de hamvraag. Oké, dankjewel. Nou, mag ik het aanvullen, Rens? Ja, zeker. Even één ding, want het is, ik ben me helemaal met Dirk eens, dat kan niet voldoende benadrukt worden. De ECB zelf, die financiert die bedrijven niet rechtstreeks. Dit zijn al bestaande obligaties, of het gaat een onderpand nemen van... Nee, de ECB neemt geen financieringsbeslissing. Die beïnvloedt alleen via het renteniveau de aantrekkelijkheid van bepaalde, ja, van bepaalde financiering. En Dirk, heb jij in jouw in het werk wat je erover gedaan hebt, heb jij een schatting willen maken, kunnen maken? Ja, want ik zeg, dit is peanuts, zeg ik. Maar heb jij geprobeerd te kwantificeren in welke mate nou dat beleid zoals jij het voorstelt bijdraagt aan het halen van de doelen? Nee, van de doelen komt hier nou mee. Ik kan me niet voorstellen dat het betekenend is. Maar misschien zie ik iets over het hoofd. Nee, kijk, de schattingen die er zijn met collateral, met onderpand, is dat je rond 2 tot 5 basispunten komt. Als verschil tussen groen en niet groen dan. Hè, als je die kanteling doet. En dan is vervolgens de financieringskosten 2 tot 5 basispunten. Nou ja, dat is dus fors minder dan 1%. Dat is vrij helder. En dat is dus enig verschil. Maar we moeten niet onderschatten dat voor een bedrijf financiering zowel toegang is als de hoogte van de rente. En doordat de ECB zegt, ik doe niet meer mee, ook al is het secundaire markt in die obligatie in die grote mate kopen. En meerdere gaan dat doen. Daar komt ook de beschikbaarheid van financiering ter discussie voor dit soort niet duurzame bedrijven. En daar zou het dan helemaal van moeten komen, hè? Want 2 tot 5 basispunten, daar gaat een bedrijf echt niet wel of niet om investeren. Dat is toch echt die druppel op de
op de gloeiende, gloeiende plaat. Maar die signaalwerking, ik merk het bij studenten, dat die voor niet duurzame de helft van de studenten zet het niet meer op de shortlist. De markt is moeilijke financiering, dus aan alle kanten worden dingen in feite opgeteld. Dat is wat je in feite, en doordat de ECB wel blijft financieren, gaan ze eigenlijk tegen die trend in. Ja, Dirk, eerder... De ECB financiert niet. Hè? Dat... Nee, maar door het te blijven kopen. Door het te blijven opkopen en daarmee de secundaire markt zeer liquide houdt. Zo, Dirk, jij noemde het eerder in je presentatie dat de ECB een beetje de top van de piramide was. Hè? Dat daardoor die signaalwerking zo sterk zou zijn. Is dat iets wat jij herkent, Lex? Dat je denkt dat als de ECB zo'n stap als dit zou maken, ook al heeft het dan uiteindelijk qua basispunten financieringsverschil nog niet zo'n heel groot effect, maar dat het op andere manieren zeg maar toch de markt in beweging kan brengen? Ik kan het me moeilijk voorstellen. Nogmaals, je moet wel enige... hoe zeg je dat in het Nederlands? Ik zou het Engels worden, maar wel enkele leverage hebben. De ECB is juist heel machtig, omdat ze rentes willekeurig kan veranderen. En ja. Dus ik denk ook dat je er heel moeilijk als bedrijf op kunt plannen. Dan kom je weer terug bij het eerdere punt. Als de omvang van QE onzeker is in de loop van de tijd, en we hopelijk, doordat de ECB erin zal slagen, zijn prijsstabiliteitsdoelstelling beter te bereiken, minder van QE gebruik zal gaan maken, ja, dan wordt het bedragje wordt nog kleiner. Ja, dan is er... Ik kan het me niet zo goed voorstellen, eerlijk gezegd. Oké. We gaan naar de volgende vraag. Dat is de vraag van Connie Berger aan Lex. Connie, ik geef jou de mogelijkheid om zelf de vraag te stellen. Ben ik nu hoorbaar? Ja, zeker. Oké. Lex, het is dus een politieke zaak om het secundaire beleid van de ECB aan te passen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Hè? Je geeft ook aan, dat is overheidsbeleid. Als we kijken naar het secundaire beleid, als het gaat over werkgelegenheid, dan weten we allemaal dat geen neutraal politiek begrip is, werkgelegenheid. Zeker niet als je er echt serieus naar kijkt. Dus via het secundaire beleid van de ECB zou er toch een behoorlijke toegang moeten zijn in het monetaire beleid. Helder of niet? Ik kan het eerlijk gezegd niet helemaal volgen. Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt. Nou, het primaire beleid is de prijsstabiliteit. Ja. En we lezen heel goed in allerlei stukken over de ECB ook dat opgerekt wordt en dat het secundaire beleid de werkgelegenheid is. Maar mijn pleidooi is van werkgelegenheid is geen neutrale zaak. Dat is toch ook een politieke zaak hoe je dat invult. Dus op dat terrein zit eigenlijk toch de ECB dan al. Ja, maar kijk, misschien dat ik dat iets kan toelichten hoe de ECB in haar eigen opvatting het werkgelegenheidsbeleid ondersteunt. En dat doet ze via als er op een gegeven moment een hoge werkloosheid is en tegelijkertijd is er een te hoge inflatie, dan gaat de ECB niet, als een gek zou ik bijna zeggen, de rente verhogen, omdat ze zich ervan bewust is dat ze daarmee het werkgelegenheidsprobleem verder vergroot. Dus wat centrale banken dan over het algemeen doen, als er een combinatie is van te hoge inflatie en werkloosheid, dan nemen ze wat meer tijd als het ware om die inflatiedoelstelling te halen. Die schuiven ze wat op een langere termijn. Maar dat betekent niet dat ze daarmee dan die inflatiedoelstelling aan de kant schuiven. Het is niet zo dat de ECB zich alleen maar op werkgelegenheid concentreert op dit moment. Ze probeert met alle macht, tot nu toe niet succesvol, juist de inflatie wat omhoog te krijgen. En probeert dat te doen door de activiteit omhoog te krijgen. Dus die zaken vallen nu samen. Maar ik zou niet
op dit moment willen zeggen dat de ECB zijn primaire taak verwaarloost. Dat is geloof ik niet het... Ja, maar het gebruik van rente als instrument is toch niet absoluut neutraal? Dat heeft toch implicaties als je de rente verhoogt of verlaagt? Jazeker, daarvoor doe je het ook. De implicaties daarvan zijn, het zet een hele kettingreactie in gang als je de rente verandert. Dat noemen we het transmissieproces. En uiteindelijk leidt een renteverlaging in normale omstandigheden leidt tot meer vraag in de economie. Het wordt aantrekkelijker voor mensen om te investeren. Het wordt aantrekkelijker om te consumeren en niet te sparen, want de rente is lager. En dat leidt ertoe dat er meer krapte in zo'n economie ontstaat. En dat leidt tot hogere inflatie. Dus het is in een hele korte samenvatting wat de ECB tracht te doen via zijn rentebeleid. En dat is... het lijkt mij arbitrair dat toch of dat wel of geen maatschappelijke impact heeft. En want het heeft, dat leg je net uit. Dus het is toch een soort van politiek instrument. Het is een monetair politiek instrument. En de gedachte, maar daar gaan we echt heel diep de theorie in. Dat op kortere termijn je ook allerlei andere variabelen beïnvloedt. Maar dat op langere termijn het enige wat je doet met met rentebewegingen is de inflatie beïnvloeden. En dat is waarom ook de ECB onafhankelijk is gemaakt. Want als de ECB permanent allerlei andere doelen zou beïnvloeden dan alleen de inflatie, ja, dan is er geen reden om de ECB apart te zetten. Dan is de ECB gewoon onderdeel van het algemene beleid. En er is ook best discussie over de vraag of dat eigenlijk niet het geval is. Of die op die langere termijn neutraliteit van de ECB, of die wel geldt. Als je zegt, nee, dat is niet meer zo, en dan zeg je eigenlijk, we hebben het verdrag niet helemaal goed geschreven, en dan zou je het verdrag moeten wijzigen en aanpassen. En dan, ja, dan is alles open natuurlijk. Maar dan, ja, dat is het gevoel. Want als je aan het verdrag gaat morrelen, dan ga je aan alles morrelen. Mag ik toch even de vraag van Connie, ja? Even kort toch richting ons thema doen. Het is natuurlijk eigenlijk raar dat als de ECB de geldkraan openzet, of een QE is, of gewoon met onderpand reguliere operaties, dat daardoor relatief, en ik ben het eens met Lexis indirect, maar toch relatief, die schoorstenen in Pernis ook een extra setje krijgen. Terwijl iets verderop in Brussel proberen ze die schoorstenen wat minder snel te laten branden. En dat is dus de kern van de vraag. Zijn we het erover eens dat de ECB toch moet opletten dat ze niet te veel indirect richting die schoorstenen gaan? Dan heb je ook nog, als je die kant op wil, direct nogmaals, ik ben eerder bezwaar daartegen ingegeven. Is het dan niet veel simpeler om te zeggen, ECB, koop gewoon geen corporate bonds op? Want dan zit je in allerlei afwegingen te bewegen die heel erg lastig zijn. Beperk je gewoon door overheidsobligaties. Ja, maar dan maak je de ECB heel steriel. En we weten allemaal dat de meeste centrale banken gewoon ook niet overheidsobligaties koopt. Dus de facto in Japan, als het echt erg is, gingen zelfs equity en aandelen. Dat is een gruwel voor iedere centrale bankier. Maar in feite, centrale bank heeft natuurlijk een rol in de maatschappij. Dus om het weer helemaal terug te steriliseren naar overheidsobligaties, dan haal je eigenlijk het hele, dan halen we dit hele debat, laten we daardoor verdwijnen. Nou, dat zou toch mooi zijn, dat we het oplossen door het te laten verdwijnen. Nee, je was de handen schoon van de ECB, meer niet. We gaan door naar de volgende vraag. En dat is een beetje een ingewikkeld, want die is anoniem gesteld. Tenminste, dus dat is ingewikkeld in de zin dat ik die niet het woord kan geven. Dus ik zal zelf, het is een vrij lange vraag, dus ik ga hem zelf eventjes aan jullie stellen. Ik denk voor jullie allebei een interessante. Kan het zo zijn dat het huidige financiële systeem, dus hier wordt het eigenlijk even wat breder getrokken dan de ECB, waarbij altijd economische groei en inflatie nodig is om de gigantische schuldenberg houdbaar te houden, de oorzaak is van veel klimaatproblemen? En dan gaat hij door, kunnen we niet toe naar een financieel systeem waarbij de deflatie wordt toegelaten? Want er zijn namelijk gigantische deflationaire krachten, waaronder de exponentiële ontwikkeling in de techniek. En wat nou als we die deflatie omarmen en niet meer hoeven te streven naar economische groei?
En ik begrijp dat het voor overheden en bedrijven gunstig is die schulden hebben als er naar inflatie gestreefd wordt. Maar voor de gewone man en het klimaat zou het wellicht helemaal niet zo gek zijn als de prijzen structureel zouden dalen en als sparen weer zou lonen. Ik zie niet goed hoe we in dit systeem, waarbij we ten alle tijde groei en inflatie nodig is, de problemen van overconsumptie, biodiversiteitsverlies en andere klimaatproblemen opgelost kunnen worden. Dit veronderstelt een automatische link tussen groei en inflatie. Dus over inflatie, deflatie laat ik graag het woord aan de echte expert Lex. Maar ik denk dat groei en inflatie niet onlosmakelijk verbonden zijn. Dus economische groei heeft zijn eigen dynamiek. En dat is natuurlijk een keus. Bijvoorbeeld het Nationaal Groeifonds, waar het kabinet economische groei aan meegaf als doelstelling. En pas na interventie van de Tweede Kamer is daar duurzaamheidscriteria bijgekomen. Dat is een keuze. En die groei, we hebben deels ontkoppeling, maar niet helemaal. Dus je keuze bij groei en bij wat je aan klimaatdoelen wil doen, daar zijn hele belangrijke keuzes te maken. En die zou ik los willen zien van inflatie, deflatie. Dus de economische groei is niet de gevolg van de ECB. Dat is echt, wat is de doelstelling van de nationale overheden en van de EU? Richten we ons helemaal op GDP of gaan we naar brede welvaart? En nemen we sociale gelijkheid en biodiversiteit en klimaatdoelen mee en maken we daar een weging? Dat is dat vraagstuk. En ik denk dat de centrale bank daar buiten mag blijven. Dat is echt een politieke weging. Maar zou jij, want de ECB heeft natuurlijk prijsstabiliteit gedefinieerd nu als een inflatie van tegen de 2%. Deze vragensteller zegt eigenlijk van, goh, waarom zou je dat niet op 0% zetten of zelfs op min 2%? Ja. Zou het milieu daarvan opknappen als we dat zouden doen? Ik heb daar eerlijk gezegd ook geen mening over. Ik denk dat het niet de kern van is, maar ik verhoud me graag tot Lex. Ja, dan gaan we inderdaad naar, gelukkig hebben we een monetair specialist in ons midden. Lex, hoe kijk jij hier? Nou, ik ben het eens met eigenlijk alles wat Dirk heeft gezegd. Ik denk dat, om jouw laatste vraag gewoon direct te beantwoorden, ik denk dat dat niet zou uitmaken als we een andere inflatiedoelstelling zouden hebben voor, niet rechtstreeks, voor het milieu of voor het klimaat. Omdat wat ik eerder zei, er is niet een directe link tussen klimaatverandering en prijsstabiliteit. Daar zijn we het over eens, ja. En omgekeerd. Dus dat werkt denk ik niet. Wat Dirk zei over de groei, ben ik het mee eens met één aanvulling, dat groei niet alleen wat mij betreft, en misschien zelfs niet in de eerste plaats, een zaak is van het beleid. Het beleid kan, denk ik, voorwaarden creëren waaronder er gegroeid kan worden, of kan hinderpalen opwerpen voor groei, maar in wat er overwegend markteconomieën zijn, wordt uiteindelijk de groei bepaald door beslissingen van al die burgers en bedrijven die proberen hun eigen leven te verbeteren en daarvoor investeren, consumptiegoederen innoveren. Laten we wel bedenken dat zo'n beetje 80% van de economische groei is het gevolg van productiviteitsstijging. En productiviteitsstijging is het gevolg van verbeteringen die worden aangebracht, voortdurend worden aangebracht in het productieproces. Dus in die zin is er ook niet onmiddellijk een tegenstelling tussen proberen het klimaat te verbeteren en economische groei. Als je daarvoor nieuwe productiemethoden wilt ontwikkelen, dan roept investeringen op en die investeringen zijn weer onderdeel van je economie. Dus dat ligt een stuk complexer, omdat je daar één op één relaties tussen kunt. En het monetaire is denk ik volledig ontkoppeld. Wat dat laatste betreft, als je bijvoorbeeld kijkt naar de periode 1871-1915, dat was een periode waarin we dalende prijzen hadden, maar dat was ook een periode met een hele sterke economische groei. Dus dat is de goudstandaard. Interessant. Deze vraag was overigens wel ook door 6 mensen naar boven toe gestemd. Dus het was de meest gestelde vraag. Dus ik
Zit even te kijken, als er mensen zijn die hier een vervolgvraag op willen geven, zou ik zeggen, steek even je hand op. Dan kan ik je daar nu nog de gelegenheid toe stellen. Er komt nog één gedachte bij mij op, Rens, die misschien mensen ook voor ogen hebben. Zeggen, kijk, misschien moet je juist wel die vrijheid van mensen om te investeren en te sparen en de economische vrijheid beperken, want dat leidt tot groei. En groei leidt tot gebruik van energie. En energie leidt tot gebruik, leidt tot CO2-uitstoot. En CO2-uitstoot leidt tot klimaatverandering. Dus waarom niet beginnen met groei af te knijpen? Dus zo'n soort redenering kun je ook hebben. Ja. Ja. En ja, zeker, als je alle productie zou stoppen, dan zou er geen CO2-uitstoot meer zijn. Dan kunnen we permanent de Himalaya's zien. Ik denk, ondanks de hele mooie verhalen over ontkoppeling, dat er een vrij stevige empirische relatie is tussen landen die hogere economische groei hebben, dus meer produceren en consumeren, dat daar gewoon een hogere carbon en material footprint is. Dat is gewoon de realiteit. Dus ik heb sympathie met de vraagsteller dat het eeuwige streven naar groei, wat de meeste overheden op dit moment doen, haak staat op het naar beneden brengen van de carbon emissions en het grondstoffengebruik. Dus ja. We zien met COVID is het iets naar beneden gaan, omdat we minder gedaan hebben, Lex. En na COVID zien we weer de emissies stijgen. Nee, maar dat om door de economische activiteiten. Dus er zit een grond van waarheid in de vraag. Nee, maar ik denk dat is bijna per definitie. Dus dat is. Die relatie is er, maar jullie zien niet dat het financiële systeem, zoals we dat hebben opgetuigd, dat daar nou een. Wel, Rens. De allocatiemechanismen. Dus wat vorige week we hebben drie dingen gehad. International Energy Agency gaf een verrassend profiel. De rechter deed iets verrassends in Den Haag. Maar toch, op vrij veel oliebedrijven hebben beleggers gezegd, vrienden, het moet een tandje sneller. Ja. Geen doel in 2050, maar je moet de komende 10 jaar al verminderen. En dat is toch het financiële systeem die daar nu positie inneemt. En dat is de beschikbaarheid van kapitaal. Dat is niet alleen maar de kost. En dat is een trend waar de financiële sector kan spreken. En het dus van 4% de eerste keer, bij Shell is het nu 30%. Dus het financiële systeem begint zijn stem te verheffen. Ja, nou, kijk, weet je, misschien weer een woordspelletje, daar wil ik er niet van maken. Maar kijk, ik denk niet dat dit iets inherent in het financiële systeem is. Maar dit is dat er mensen zijn, dat er beleggers zijn die ervan overtuigd raken. En die zeggen, heb de voorkeur dat er in groen wordt geïnvesteerd. En niet in bruin, om het maar eens even heel plat te zeggen. Ja. Dat is, gaat via de markt gaat dat ook zo werken. Net als dat op een gegeven moment mensen zeggen, ik heb liever bruine bonensoep dan tomatensoep. En zich dat uiten door bruine bonensoep te willen kopen, dan gaat de markt gaat bruine bonensoep produceren. En dat zien we nu natuurlijk heel sterk in de hele vergroening. Vergroening is voor heel veel bedrijven, en eigenlijk veel sneller dan ik ooit voor mogelijk had gehouden, is een businessmodel geworden. Ja. Behalve voor de ECB nog. Het is een grapje. We gaan even door naar de volgende vraag. Die is van Joop Corijn. Joop Corijn, als het goed is, kun je nu zelf de vraag stellen. Dan moet je je nog even unmuten. Jezelf. Anders zal ik de vraag even stellen. Want dat gaat denk ik iets niet goed. De vraag is, kan er een conflict ontstaan? Het is eigenlijk Lex gaf aan, er is niet een 1-op-1 relatie tussen prijsstabiliteit en klimaat. Hier wordt eigenlijk om het omgekeerde gevraagd. Kan er een conflict ontstaan tussen de eerste en de tweede doelstelling van de ECB? Oftewel inflatie versus klimaat.
Ik heb dus een paper geschreven een paar jaar geleden, iets voor de troepen uit. Ik heb erg gezocht, maar ik heb het niet kunnen vinden. Dus bij werkgelegenheid, de vraag van Connie, er is een trade-off, hè? Want als de centrale bank te makkelijk de overheid faciliteert, accommodeert met meer werkgelegenheid, dan kun je een inflatiespiraal krijgen. Bij klimaatbeleid en prijsstabiliteit heb ik geen trade-off, geen afruil kunnen vinden. Want het verdrag zegt ook heel duidelijk dat we geen concessies mogen doen aan prijsstabiliteit. Daar ben ik het dus mee eens. Dus die tegenstelling heb ik niet kunnen vinden, die interactie. Ja. Rex, denk jij daar anders over? Nee, ik denk daar hetzelfde over. Ik denk dat er gelijk in heeft. Ik kan wel een voorbeeld geven van een andere situatie waarin er wel zo'n tegenstelling kan ontstaan. En die kan ook heel actueel worden. En dat is tussen inflatie en financiële stabiliteit. Op dit moment zitten we door de hele EU heen met hele hoge schulden. Zowel overheids- als bedrijven schulden. Ja. En voor het houdbaar houden van die schulden is het heel prettig dat de ECB een heel ruim beleid voert. Een hele lage rente heeft. Als de ECB op enig moment vanwege haar primaire doel gedwongen zou zijn, zich gedwongen zou voelen of genood zou zien om de rente te verhogen, dan maakt dat het handhaven van financiële stabiliteit lastiger. Stel je bijvoorbeeld voor, geef even een extreem voorbeeld, dat de ECB de komende jaren ineens de rente zou gaan verhogen van nu bijna nul naar 4% of iets dergelijks. Dan zou de overheidsschuld van nogal wat EU-landen zou er ineens veel minder goed voor staan. En dat kan dan een crisis à la 2008. Over 2010 kun je beter zeggen. Een nieuwe overheidsschulden. Dus daar is een duidelijke trade-off. Ja. Maar met klimaat denk ik niet. Goed, dan gaan we naar de volgende vraag. Dat is van de heer Jan Wanningen. Een vraag die al in het begin van de avond gesteld was. Meneer Wanningen, kunt u uw vraag stellen? Anders dan ga ik hem maar weer stellen aan Dirk Schoenmaker. Of tenminste, ik weet niet of hij aan Dirk Schoenmaker is. Meneer Schoenmaker gaat uit van überhaupt QE-stappen door de ECB. Maar is het niet veel beter om daarmee te stoppen? Want al sinds maart 2015 heeft deze strategie de doelstelling inflatie dichtbij, maar onder de 2% niet dichterbij gebracht. Met andere woorden, eigenlijk dan de vraag, moeten we als ECB überhaupt het hele beleid van quantitative easing hebben? De twee antwoorden. Het eerste antwoord is, ik heb QE als voorbeeld gegeven omdat het het makkelijkste was. Maar mijn verhaal geldt ook voor reguliere operaties met onderpand. De bankleningen die nu veel als onderpand worden gegeven zijn ook koolstofintensief. Dus mijn verhaal is generiek. We spreken hier met een Nederlands/Belgische audience. En ik denk dat er weinig Nederlanders zijn die niet pleiten voor afbouw van QE. Want we hebben natuurlijk een gigantische assetprijsinflatie. Huizenprijzen, alle obligaties, aandelenprijzen. En het is mede opgejaagd door opkoopprogramma's wereldwijd. Dus daarmee stoppen, dan zou driekwart van Nederland misschien wel oranje kleuren voordat er al een voetbalwedstrijd is gespeeld. Dus daarbij ben ik het eens, afbouwen. En Dirk, als je nou moet kiezen tussen groene QE of het afbouwen van QE, waar zou je dan voor kiezen? Ja, maar als je afbouwt heb je geen groen of bruin meer nodig. Dus mijn pleidooi is echt, want dit is een valse tegenstelling, mijn pleidooi is dat je sowieso de operaties moet vergroenen. En los daarvan, dat je QE kan afbouwen, dat is in het noordelijk, laat ik niet Noord-Zuid, maar in Nederland, wij worden er onevenwichtiger voor. En dat verhaal van Lexnet van financiële stabiliteit, dat gaat echt achteruit door de QE. Dat is een groot probleem. Ja. Oké, dank. Dan ga ik naar de volgende vraag van Wout van Rooij. Wout, wil jij zelf je... Het is meer een citaat wat je geeft, maar er zit vast een vraag achter. Kun je die toelichten?
Ja, ik was iets te vroeg met indrukken waarschijnlijk. De vraag is als volgt. Ik zal eerst even misschien een vraag oplezen. Ik weet niet wie er hem heeft gelezen, maar de ECB is eigenlijk bezig om een grote leners in de eurozone zone te bekijken welke risico's ze lopen door de klimaatverandering. En ze willen dat dat die instelling daar rekening mee houdt. En als ze dat niet doen, dan dreigt de ECB om ze te gaan aanpakken. Dus als ik dit zo lees, dan denk ik, ja, indirect is de ECB dan wel niet via quantitative easing, maar via dit soort beleid wel degelijk bezig met klimaatverandering te beïnvloeden. En eigenlijk mijn tweede vraag is, hoe zouden ze die... Ja. Nee, ga verder. Nee, mijn vraag, wat is je vraag? Hè? Want je geeft aan de ECB die je heeft aangegeven dat ze willen gaan doen, zeg maar. Frank Elderson heeft dat in een speech blijkbaar gezegd. Ja. Wat is je vraag daarover aan Lex Hoogduin of Dirk Schoenmaker? Dat ze dus eigenlijk al gewoon doen. Want door dit soort op te leggen, doen ze dus eigenlijk al een klimaatverandering politiek, min of meer. En dan vraag ze eigenlijk aan Lex en Dirk van, wat denken jullie daarvan? Ja, want ze doen het gewoon, blijkbaar. Ze zeggen het al. En ze gaan zelfs ingrijpen. Ja. Dus, ze doen het al. Ja. Nou, misschien Lex of Dirk. Ik weet niet of dit überhaupt iets is wat jullie scherp hadden dat de ECB dit had aangekondigd. Is dat de klimaatstresstest of... Zo klinkt het wel, hè? De grote leners in de eurozone. Ja. Dat zullen de 112 grote banken zijn. Die inderdaad net een klimaatstresstest allemaal hebben moeten doen en net hebben ingeleverd, geloof ik, bij de ECB. Dus dit gaat eigenlijk, we hebben tot nu toe over monetair beleid gehad. Dit is eigenlijk een vraag meer over het toezichtsbeleid van diezelfde ECB. Hoe kijken jullie daarnaar? Zal ik eerst, Dirk? Graag. Nee, Ja, ik denk dat je gelijk hebt, Rens. Dit gaat over het toezicht op de grootste banken in de EU. Dus dan heb je ook 80% zo niet meer van het hele bankwezen qua balanstotaal te pakken. En inderdaad is het zo dat de ECB van banken vraagt om in kaart te brengen wat de risico's zijn die ze lopen van bepaalde scenario's voor klimaatverandering en er ook voor zorgen dat ze zich indekken tegen die risico's. En dat is geleidelijk nu op gang aan het komen, want het is nog niet zo eenvoudig om zo'n stresstest te ontwikkelen. Omdat het een wat andersoortige stresstest is dan je normaal doet, dat kijk je een jaar of twee vooruit. Voor hoe de economie zich ontwikkelt. En dan bouw je een slecht scenario in. Dan zeg je, nou, dan moet je als bank moet je voldoende buffers hebben om daarmee mee op te gaan. Nou, als je een klimaatstresstest doet en je doet dat over 2 jaar, ja, dan gebeurt er niet zo heel veel. Het is niet erg voorstelbaar dat op een termijn van 2 jaar ineens een heel groot risico zich voordoet. Dus dat zijn langere horizons. En dan is het ook alweer lastiger om... Ja, verder dan een jaar of vijf vooruit te kijken. Dus men is nu aan het pogen om te kijken wat je daar zinnig kunt doen. En waar je je dan op kunt, als bank kunt voorbereiden. Dus dat is niet in eerste instantie de ECB zelf die dat doet. Maar dat is wat ze van banken vragen om klimaatrisico's meer en meer ook in kaart te brengen. En dat is... Als aanvulling op het monetair beleid. Ik zou het eerder andersom zeggen. Ik denk dat wat ze daar doen veel directer is dan wat je in het monetair beleid kunt doen. Als je kijkt waar de ECB het meeste kan doen, dan zou ik eerder inderdaad naar deze dingen kijken. Met allerlei haken en ogen eraan waar je nog weer een apart avondvullend programma over kunt hebben. Maar dat heeft ja, directe invloed potentieel op hoe banken hun risico's managen. Ja, het gaat in feite om de toekomstbestendigheid van het bedrijfsmodel van banken en dan onderliggend hun portefeuille. Want waar banken heel trots melden hoeveel renewable ze financieren,
vergeten ze te vermelden dat ze ondertussen fossielen ook laten toenemen. Dus je hebt pas echt de transitie als je het een meer doet en het ander minder. En dat de ECB in toezichtbeleid de teugels aanhaalt en zegt, we willen het hele plaatje zien. Bijvoorbeeld in de landbouw hebben we dezelfde discussie. Dan als we naar biologische boeren gaan. Maar dan moeten ook het intensieve landbouw afnemen. Dan pas heb je transitie. Als je alleen de nieuwe erbij doet, maar je houdt de oude er niet af, dan gebeurt er weinig. En ik denk dat wat dat de ECB nu aan het doen is, dat ze aan de toezichtskant het hele plaatje willen zien bij de grote banken. En de banken daarop aanspreken als ze achterlopen. Als ze dus hun portefeuille achterlopen, zeg maar op de IEA-projecties. Dan kunnen ze de vraag stellen, zit jij niet met stranded assets straks? En dan ben ik toch van mening dat het harder kan gaan dan Lex denkt. Als we denken dat over 5 jaar de burgemeester van Amsterdam geen auto's meer toelaat in het centrum van Amsterdam. Dan zijn vandaag de Q-parks al een stuk minder waard. Want dan na 5 jaar stopt de cashflow en die dingen zijn moeilijk tweedehands verhandelbaar. Dus zodra we er idee van krijgen dat iets gaat stoppen, dan is het vandaag al in de prijs. En ja. Dus die bankenportefeuilles kunnen wel degelijk op korte termijn ook al geraakt worden. Het is niet alleen maar toekomstmuziek. Ja, maar jij zegt iets interessants en dat is een van mijn kritiekpunten op die stressscenario's zoals ik ze nu zie. Ik vind ze nu eenzijdig, want het zijn scenario's die gaan over veranderingen in het klimaat. Dus helemaal platgeslagen, een gemiddelde temperatuurstijging die sneller gaat dan we in de basispaden hebben zitten. En hoe je dat dan weegt. Wat jij zegt is, denk ik, is heel erg van belang en geeft aan dat je daar ook rekening mee moet houden. Want daar moet een bank zeker rekening mee houden. Er is namelijk ook onzekerheid over het klimaatbeleid. En precies. Dat is wat jij schetst, een onzekerheid over het klimaatbeleid. Wat gaat Halsema doen? Ja. Gaat ze 2025, gaat ze 2030? Of komt er straks een andere burgemeester en een andere college dat zegt van nou, doe dan nog veel rustiger aan? Ja. Dat is de onzekerheid waar je natuurlijk als bedrijf en zeker ook als bank mee te maken hebt. Dus je hebt beide risico's. En zeg maar wat de ECB nu doet, ook wel begrijpelijk, omdat ze natuurlijk niet onzekerheid over het beleid van overheden kan gaan zaaien. Die focust zich alleen op de klimaatverandering. En dat is eenzijdig en kan tot uitkomsten leiden, denk ik. Ja. Dus het zijn zowel de fysieke als de transitierisico's waarnaar gekeken moet worden. Waarbij ik hetzelfde... En de beleidsrisico's. Dat zijn de transitierisico's. Hè. Die komen door dus een van de redenen waarop je transitierisico's krijgt is als het beleid in één keer sneller gaat dan verwacht. Ja. Wat ik dus opvallend vind is dat de ECB dit aan de ene kant doet als toezichthouder. En aan de andere kant diezelfde ECB in zijn monetair beleid eigenlijk niet dit soort stresstesten uitvoert op bijvoorbeeld de obligaties van welke bedrijven ze kopen. We komen bij de zo ongeveer de laatste vraag. Kijken of we hier nou misschien nog ruimte voor eentje hebben. Maar dit is wel eentje die mogelijk weer wat tijd gaat nemen van Wout van Rooij. Die ons weer terugbrengt bij de discussie over het geldstelsel. Wout, ik geef jou de mogelijkheid om je vraag... zeg ik dat verkeerd? Want Wout van Rooij, die hebben we net gehad. Johan... Die van het geldstelsel is toch eigenlijk van jou, stiekem, Rens? Luister. Nee, wacht, dit is eentje... Ja, kijk, net is Johan Zijlstra. Die was ik kwijtgeraakt omdat zijn vraag enorm naar de top toe gestemd is. Dus Johan, ik geef jou de mogelijkheid om de vraag zelf te stellen. Goedenavond. Ja. Aangezien ons geldstelsel gebaseerd is op schuld, zorgt dit er dan niet voor dat het noodzakelijk is dat er op inflatie gestuurd moet worden? Dat inflatie ervoor zou moeten zorgen dat de consumptie aangewakkerd wordt? Wat er dan weer voor zorgt dat er meer CO2 uitgestoten wordt? Is het niet veel nuttiger om te kijken naar een ander geldstelsel? Ik zie de heren nog niet direct in actie schieten. He, dus de stelling is, we hebben een geldstelsel... Ja, de stelling is helder, Rens. Hij gaat voorbij het debat van vanavond. Dus ondanks dat, Johan, het is een hele goede vraag. Maar ik zou zeggen, dat is voor een ECB, dus European Citizens Bank,
deel 2-avond. Dus ik zou zeggen, laten we dat de volgende keer doen. Ik heb het zo snel niet een korte mening over. Wel dat het relevant is. Dat kan ik... Lex, wil jij daarop ingaan? Nou, ik ben het eigenlijk wel met Dirk eens. Het is denk ik een hele relevante vraag. Maar daar komen zoveel andere aspecten ook weer bekijken, dat je dat niet 1, 2, 3 kunt beantwoorden. En ja. Dan zitten we ook gelijk in allerlei andere thema's. En dat vind ik een beetje jammer ook voor de laatste vraag. Liefst zou ik dan weer teruggaan naar waar we tot vanavond op wilden focussen. Ja. Ook, we hebben gefocust, maar we zijn ook een beetje hier en daar uitgeleid. Dat het prima is. Maar voor een laatste vraag vind ik leuk. Misschien handig om iets te hebben wat een beetje dichter ligt bij centrale stelling, zeg maar. Maar dan is even de vraag of er nog zo'n vraag tussen zit. Dan denk ik dat Marjolein van Dillen, jij hebt nog een vraag over de relatie tussen prijsstabiliteit en klimaat. Marjolein. Ja, het is een beetje een bruggetje na denk ik, wat we net hadden over het inprijzen of berekenen van die transitierisico's en fysieke risico's. Die zitten nu overal niet in. En er is nu de eerste aanzet om banken daar in ieder geval inzicht in te laten geven. En hopelijk ook ze in hun risicomanagement mee te laten nemen. Als op die manier langzamerhand in ieder geval de effecten van het klimaat, nog niet eens de klimaatschade, maar in ieder geval de effecten van het klimaat op een aantal bedrijven ingeprijsd wordt op de prijzen, zou dat dan niet een logische connectie gaan geven tussen prijsstabiliteit en klimaat, die er nu niet is, want er is nu helemaal niets ingeprijsd van het klimaat. Dus dan vind ik het ook logisch dat er geen connectie is tussen prijsstabiliteit en klimaat. Dat was de stelling van meneer Hoogduin aan het begin. Ja, mag ik er als eerste op reageren? Ja, zeker. Ja, ik denk dat is inderdaad een vraag die teruggaat naar de kern van mijn eerste opmerking, dat die relatie er niet is. Kijk, we moeten ons realiseren dat inflatie is een stijging van alle prijzen tegelijk. Een stijging van het algemene prijsspel. Dat is wat inflatie is. Als je die risico's beter gaat beprijzen, wat je dan krijgt is dat activiteiten die relatief veel risico's voor het klimaat hebben, laat ik het zo zeggen, dat die duurder gaan worden dan ze nu zijn, omdat ze nu niet beprijsd zijn. En andere waarvoor dat minder is, die blijven hetzelfde in prijs, of kunnen zelfs in prijs dalen. Dan heb je het over relatieve prijsveranderingen. En die zijn heel erg nodig. En die, als je die relatieve prijsveranderingen ook ziet ontstaan, dan kun je daar ook op reageren als bedrijf. Dan kun je zeggen, maar nu is het duurder geworden om even het thema van vanavond, om in fossiele brandstoffen te investeren. Dat doe ik niet. Ik kan veel beter in iets groens investeren. Want dat is nu ineens aantrekkelijker geworden. Het is goedkoper, dus het rendement erop is hoger. He, dus het betekent niet dat er door het te beprijzen de inflatie toeneemt. Wat wel gebeurt is dat de relatieve prijzen veranderen. Ja. En dat is precies wat je... Want daar gaat men dan op reageren. En dat is juist ook waarom het van belang is het algemene prijsspel redelijk stabiel te houden. Anders dan ga je, dan sluit ik af met wat ik eerder vanavond zei, anders ga je verwarren de stijging van een prijs die komt omdat alle prijzen stijgen, met eentje die komt omdat dat product gewoon duurder is geworden, omdat er tot nu toe niet gemeten klimaatrisico's nu ineens ingeprijsd worden. Ja. Daar sluit ik me graag bij aan dat de prijsstabiliteit en inderdaad, het klimaatbeleid los van elkaar staan, inderdaad. Ja. Lex, Dirk, dit waren dan jullie laatste woorden. En een hoop woorden gesproken. Heel veel dank daarvoor.